Hallo lieve mensen en leuk dat je kijkt naar mijn zwangerschapsvlog week 33. En deze vlog gaan we beginnen met het fixen van mijn donkere nagels. Daar gaan we even iets moois van maken. Dus laten we beginnen! Goedemorgen. Ik pak even mijn stoel erbij. Ik zit op de babykamer, want ik heb een paar leuke dingen vandaag gepland. Voor de vlog. Leuk om te zien, denk ik. Niet echt heel bijzonder. Niet dat ik hele fantastische dingen ga ondernemen vandaag. Het is zaterdagochtend. Ik ben gisteren eerder gestopt met streamen, omdat ik zo de hele tijd het huilen en het slotteren ben, dus ik kan niet zoveel doen qua werken, maar trouwens, ik kan hartstikke veel doen. Ik kan gewoon alles doen, want ik voel me verder prima, maar ik zit de hele tijd te huilen en te slotteren. Dus vandaar dat ik er zo uitzie en excuses voor het geslotteren in deze vlog. Maar ik had jullie vorige keer het bedje laten zien. En trouwens ook echt super bedankt voor alle leuke reacties op het behang. Ik ben er echt super blij mee. En jullie gaan het echt heel vaak voorbij zien komen. Want ik ga lekker vaak in deze kamer zitten. Maar goed, over het bedje. Ik had in de vlog laten zien dat er niet van die dingen zaten die je omhoog kan doen. Nou heb ik wat aangeschaft. Even kijken. Deze. Die ken je misschien wel. Maar dit vind ik dus, lijkt me zo klein. Dus nu had ik deze gehaald. En die, dat zijn schroeven. Maar die kunnen dus ook in het frame van het bedje. Want daar zit ook een gat. Dus deze ga ik er nu proberen in te maken. Om te kijken of het werkt. Jezus. En als we daarmee klaar zijn. Man, het blijft lopen. Snap je nu dat ik niet kan streamen? En als dat klaar is, dan gaan we beginnen met de vluchtkoffer inpakken. Ja, ik heb af en toe van ideeën, dat lijkt een beetje alsof we vliezen zijn gebroken, maar niet helemaal. Ja, lang verhaal kort, het lijkt alsof we vliezen zijn gebroken, ik moet het in de gaten houden. Dus als dat zo is, dan moeten we snel naar het ziekenhuis. Ja, het zou best kunnen dat het in de aankomende weken is, ergens. Dus de vluchtkoffer ga ik vandaag ook inpakken in de vlog. Wacht, kan je niet zien. Kijk, hier zitten ook gaten. Dus daar hoop ik dan dat precies dat ene invalt. En dan is het gewoon gefixt. Nou, dit zijn ze. En die moeten dus hierin. Maar ze moeten best wel verder in, denk ik. Anders komt dat gat natuurlijk niet boven deze pin. Ik heb er nou gewoon zo'n houten ding in gedaan, want deze was veel te groot. Want kijk, hij moest er dan zo ver in, tot hier. Maar dan steekt hij uit. Dus dit is geen optie, dus dan moet het deze wel zijn. Dus die ga ik er even goed inslaan nu, met een hamer. En dan ga ik het bedje erop leggen, of het kijken of het werkt. Nou, het is gelukt hoor. Het is hartstikke stevig.
Ah, het is zo schattig als hij zo hoog is. Het is echt een babybedje nu. Heel leuk. Opgemaakt voor de sier, want het wordt nog wel een keer voordat de baby er is opgemaakt door de kraamzorg, denk ik, met de goede spullen. Maar ja, dit is het bedje. Staat nu nog niet op de goede kant. Nikki had gisteren nog dit afgevoegd, dus het voegen is nu helemaal klaar. Alleen zoals je ziet is de muur een beetje vies, dus dat moeten we even overschilderen. Maar dan kan het bedje hier komen. Oké, we gaan beginnen met de vlugkoffer. Ik heb bedacht dat ik 3 outfits voor de baby mee ga nemen. In maat 50. En misschien een beetje 56. Maar ik denk 50. 3 pakjes. En die ga ik dan in dit soort zakjes doen. De verloskundige en dat Nikki ook weet wat ik bedacht heb wat ze aan moet na de geboorte. En dan schrijf ik 1, 2, 3 op waarin 1 echt het eerste pakje is wat ze aan moet. En misschien dan 2 als ze het advies heeft gemaakt, het tweede pakje en zo aan. Wat ik dus ga pakken is een rompertje met lange mouwen, sokjes en een mutsje. En een shirt en een trui. Een shirt en een broek. Of een boxpakje. Dus dat ga ik nu inpakken. En ik laat jullie zien wat ik bij elkaar heb bedacht voor de pakjes. Oké, dit zijn de pakjes die we hebben. Dit is pakje 1. Die gaat ze als eerste aantrekken. Dit heb ik volgens mij van de zus van Nikki gekregen. Dit mutsje met het boxpakje. Witte sokjes met roesjes zijn erbij. En dan deze is ook heel schattig. Dat is het rompertje dan die eronder komt van Noppies, geloof ik. Nee, niet van Noppies. Ik weet niet welk merk. Maar er zitten ook roesjes aan de mouwen. Dan hebben we dit. Het tweede pakje is dan groen. Heb ik van Inge gekregen. En deze seeker heb ik of gekregen van iemand of zelf gehaald. Want ik heb hem 2 keer ook in een grotere maat. En daar dacht ik, nou ja, omdat die helemaal groen is, dacht ik, nou dan doen we daar roze sokjes bij met groesjes. En dan heb ik hier nog een pakje. Een shirtje en een broekje en een rompetje. Die heb ik allemaal van de moeder van Nikki gekregen. En het mutsje en de sokken van mijn opa en oma. Dus ja, ik vind het leuk pakjes. Dus die ga ik nu inpakken in die Ziploc zakjes. Oké, het eerste kan van het lijstje af. En dat zijn de pakjes. Op het lijstje staat trouwens maar 2 pakjes, maar ik doe lekker 3. Dus dit kan allemaal afgestreept worden. Op dit lijstje staan newborn luiers en billendoekjes, maar die ga ik echt niet meenemen hoor. Die hebben ze zat in het ziekenhuis. En een jasje. Nou heb ik alleen een iets groter jasje, maar ik denk dat ik die gewoon meeneem. We hebben sowieso ook een deken bij. Die staat, hier, omslagdoek of dekentje. Kijk, die heb ik hier al klaar liggen. Dus het jasje heb ik dan klaar liggen. Dit is het dekentje. Dit doe ik zo dus in die koffer of tas. Dan moet ik even uitzoeken hoeveel het is. Maar dit is eigenlijk alles wat ik voor de baby mee moet nemen. En natuurlijk de maxi-cosi niet te vergeten. Maar dat is al. Oké, dan ga ik nu voor mezelf. Kijk, dit is belangrijk. Dat doe ik, ja, daar kan ik nu nog niet helemaal in pakken. Hoewel de mobiel en oplader wel. Maar dit ga ik dan eventjes pakken uit mijn kast. En even kijken wat ik nog moet kopen. Want ik zie wel een paar dingen die ik nog niet heb. Een hele goede morgen. Het is maandag.
En dit is een leuk weekje, want aankomende week ga ik een hoop doen voor werk. En allemaal wel gewoon thuis hoor. Maar dit is dus mijn laatste weekje dat ik ga streamen. En dat is heel gek. Want ik hou gewoon heel erg van streamen. En dat, om dan ineens te zeggen doei tot over een paar maanden, dat zou ik heel gek vinden. Dus ik ga nog wel gewoon door streamen. Maar echt wel veel, veel minder. Echt veel minder. Maar echt, ik weet niet. Ik heb nu een soort gevoel, ik heb wel zin om mijn verlof te beginnen, weet je wel. Echt even helemaal focussen op mijn kindje, mijn babytje die in mijn buik aan het groeien is. Op de bevalling die eraan zit te komen. En daarna natuurlijk de kraamperiode. Maar aan de andere kant ga ik gewoon heel erg streamen missen. En dat gaat me echt moeite kosten, denk ik. Maar goed, dat is helemaal niet erg. Dat betekent wel dat deze week en volgende week nog heel druk zijn met het voorbereiden van mijn verlof. Ik wil het een en ander in het voren schieten qua video's, qua foto's. Zodat ik tijdens mijn verlof gewoon wel gewoon social media presence heb. Dat zijn dan heel dik Twitch streams, maar wel gewoon video's die je al van tevoren op kan nemen. Dus dat, daar ben ik de aankomende 2 weken druk mee. Ze komen dadelijk weer de boodschapje brengen. Daar zit ik eigenlijk nu op te wachten. En ik ben een beetje wat voorbereidingen aan het treffen, weet je wel, voor mijn verlof. Dat is niet echt vlogwaardig beeldmateriaal. Oh ja, maar ik pakte mijn camera eigenlijk voor iets anders. Ik ben gisteravond begonnen met mijn geboorteplan schrijven. Die ga ik morgen bespreken met mijn verloskundige. De verloskundige is terug van zwangerschapsverlof. Die heb ik dus nog nooit gezien. Dit is dan de andere. Er zijn er 2. En we gaan het geboorteplan dan voor het eerst bespreken. Volgende keer gaan we het nog uitgebreider bespreken. En dan is Nikki er ook bij. Maar ik vind het zo raar om te schrijven of zo. Ja, ik vond het heel gek om te schrijven. Zo van, ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit. Zo ben ik niet. Van, ik wil, ik wil, ik wil. Maar ja, ik moet wel gewoon duidelijk zijn. Lijkt me. Want anders denken ze, oh, het maakt er niet heel veel uit als het anders gaat. En dan worden misschien mijn grenzen overschreden. Dus dat zou, dat wil ik niet. Dus ik wilde dat hij heel duidelijk was. Maar ja, toch moeilijker dan ik dacht. Ik vind het ook moeilijk om hem te delen, denk ik, in mijn vlog. Dus ik denk dat ik dat privé hou, het stukje. Maar misschien komt dat nou nog later als ik denk van, oh ja, ik ga het toch bespreken. Ik heb toch een ingeving van dit wil ik wel bespreken met jullie. Dan hoor je het vanzelf. Maar op dit moment denk ik, nee, dit is toch een beetje privé. Maar goed, maakt helemaal niet uit. Tijd om de boodschappen te ontvangen. Laat maar komen, die man van de Jumbo. Zo, die zijn ook weer binnen. Nu ga ik ze even opruimen. En dan kunnen we aan het werk. Oh ja, dit heb ik nog helemaal niet gedeeld in mijn vlog, maar ik heb van de week, ja, vrijdag was het, een prachtige bos bloemen van Nikki gekregen. Zomaar. Nou ben ik heel erg fan van veren en deze pauwenveer vind ik echt heel leuk en sowieso super mooie bos bloemen met roze en dit zijn mijn favoriete bloemen, gembra's geloof ik heette die. Er zitten er meerdere van in. Echt zo lief. Deze donkerroze. Mooi hè? Ik weet niet waarom, maar ik kreeg gewoon bloemen. Toch even besloten om in een andere vaas te doen. Een iets hogere vaas. Nu is het een compacter bosje. Vind ik mooier. Ja, staat leuk. Ah, maandagavond. Ik weet al niet meer wat mijn laatste shot is geweest. Maar ik had net... ik heb 8 uur gestreamd vandaag. En daarna had ik informatieavond over bevalling in het ziekenhuis. Dat was super leerzaam en ik ben heel blij dat ik het nu allemaal weet. Een paar dingetjes die ik moet vragen aan mijn verloskundige, wat toevallig goed uitkomt dat ik morgen mijn verloskundige zie. Maar dat duurde wel heel lang. Het was 2 uur naar een scherm zitten staren, wat ik al ook voor mijn werk doe natuurlijk. Dus het was een hele lange zit. Dus ik heb nu lekker een badje volgedaan met water. Wat ben ik nou weer aan het lullen? Nou ja, zo'n avond is het. Ik ben helemaal kapot. Even lekker in bad en daarna lekker in bed.
Dat wou ik nog even delen in de vlog. Ik ga jullie het bad laten zien en dan gaan we lekker naar de verloskundige morgen. En dan gaan we het, waarschijnlijk het hartje weer horen van onze kleine meid. Dan loopt die lekker vol. Goedemorgen, laatste dagje van de 33 weken vlog. En vandaag gaan we naar de verloskundige. Heb ik nog iets op mijn kin? Oh nee. Ik heb vannacht heel slecht geslapen. Ik was super benauwd. Ik weet nou niet of dat komt door de verkoudheid. Of dat de baby gewoon wat groter wordt, waardoor ik gewoon minder longruimte heb. Maar oh, zo slecht geslapen. Ik ben er ook maar uitgegaan, want ik kon gewoon niet goed ademen. En nog steeds ben ik heel hoog in mijn adem. Maar ja, we zien wel even of het kwaad kan of niet. Ik ga zo in ieder geval naar de verloskundige. En daar heb ik zin in. Altijd. Ik bedacht me net ineens, ik heb een bevaljurkje gekocht. Of een pyjama die ik mee ga nemen naar het ziekenhuis waar ik in kan bevallen. Mijn eisen waren laag. ik wilde knoopjes. Dus ik had deze gevonden op Zalando. Volgens mij is die van Oliver iets of zo. Als jullie het willen weten, ik zal het in de beschrijving zetten. Maar dit is dus mijn bevaljurkje. En ik vind hem echt super mega cute. Ik weet dat hij blauw is en ik krijg natuurlijk een meisje, maar dat boeit helemaal niet. Maar ik heb er nu al een paar dagen in geslapen, want ik dacht ik wil wel even weten of die lekker ligt. Maar hij zit heerlijk. Dus deze ga ik straks wassen en dan gaat hij ook in de vluchtkoffer. Nou, ik was weer bij de verloskundige geweest. Alles was goed. Dus over 2 weken terugkomen. We zijn nu aan het eind van de zwangerschap gekomen. En dan moet je dus iedere 2 weken naar de verloskundige. Alles was goed. Ze lag goed al. Nog niet in mijn bekken, maar net ja, wel met een hoofdje erbij. Al ja, kan dieper natuurlijk. Maar het is ook wel ergens wel goed dat ze nog niet ingedaald is. Dat zit voor mij wat lekkerder. Ja, er zat genoeg vruchtwater in mijn buik, dus ze was ook niet bang dat, dat mijn vliezen al gebroken waren, want daar was ik zelf een beetje bang voor. En ja, dat was het een beetje. Het was in ieder geval allemaal goed. We hebben het geboorteplan niet hoeven te bespreken, dat stond pas bij de volgende keer op de planning. Dus dat kan ik, dat hebben we ook niet gedaan. Dus de volgende keer gaat Nikki ook mee, want dan hebben we een groeiecho, een liggingsecho en een bevalling bespreken. Dus dat is ook wel een goeie dat hij daarbij is. Maar dat is dus over 2 weken.